dames en heren. Rosa. Een hele goede morgen. Een hele gelukkige verjaardag, hoewel dat we dat alles gedaan hebben deze morgen. Ik heb u eerst betrapt in het kapsalon en daarna in de lift. Ik ben heel blij dat ik u een 105e verjaardag mag wensen. Proficiat. Ik ben hier gekomen als u er 100 werd. Nu 105. Nog een beetje te gaan. Nog een stuk of 5 bij. En dan gaan we pas een groot feest doen. Hè. Dan is het met paard en kar en koets in Ekeren. Hè. Dat is beloofd. Ja, hè. Wij hebben hier vandaag, speciaal voor deze gelegenheid, om toch even een woordje te zeggen vanuit het district, vanuit de stad en vanuit het zorgbedrijf, een aantal mensen. Ik ga hen dadelijk het woord geven. En Frank de Roek, die voor de regio-directeur van onze regio Noord, tenslotte zitten we in het noorden, hè, die gaat eerst in naam van het zorgbedrijf tegen u iets zeggen. Daarna zal Koen Palings, onze districtsburgemeester, iets vertellen. En Ludo van Reusel, die is hier ook, dat is onze schepen van het district, die gaat niet veel vertellen, maar die gaat zeker nog iets zijn volgen. Ik ga eerst het woord geven aan Frank de Roek. Bedankt Julien. Eerst en vooral heel hartelijk gefeliciteerd mevrouw Van Eerdeweg voor uw 105e verjaardag namens zorgbedrijf. Ik vertegenwoordig de directie van het zorgbedrijf. Heel hartelijk gefeliciteerd. Ik weet dat ik hier een jaar geleden stond, dat ik ook hier. Dan heb ik heel uw levensloop overlopen en verteld. Maar die wordt elk jaar langer en langer. He, dus ik heb besloten om dat nu niet te doen. Maar ik neem aan dat de burgemeester van Ekeren dat hij er wel bepaalde dingen zal uitnemen in zijn uiteenzet. Wat ik wel gekregen heb hier van de mensen, en dat vond ik wel eens een hele leuke om dat te delen, in de eerste plaats met u, maar uiteindelijk ook met alle bewoners en vrienden, kennissen die hier aanwezig zijn. Dat is, hebben mij zo eens gezegd, een dag uit het leven van Rosa van Eerdeweg in het woonzorgcentrum op de Keuken. Ik denk dat dat voor de familie ook wel eens leuk is om dat te vernemen, wat dat is. En u zegt daar tegen de mensen, en als het niet just is, dan moet het mij zeggen, maar ze hebben het mij wel meegegeven. Uw dag die begint, heb ik altijd gezegd, met lekker uitslapen. En dat doen wij ook, dat doe ik ook de zaterdag en de zondag. In de week doe ik dat wat minder. Daarna gaat gij ontbijten. En u zegt wat u het liefst eet, dat is een banaan.